Hallo, de basisarmband is vaak de eerste armband die je maakt en staat ook in de handleiding die je bij je loom krijgt. Je ziet de basisarmband overal in terug, in andere armbanden, maar ook in figuurtjes. Je kunt hem op je loom maken, maar ook op je mini loom. Dat is dit dingetje die je erbij kreeg. En ik ga vandaag laten zien hoe je hem op je mini loom gaat maken. Deze twee uitsteeksels zijn twee pinnetjes op je loom. En ja, laten we beginnen. Ik gebruik twee kleuren. Fel oranje en paars. Ik begin met paars. Je pakt een elastiekje. Je zet hem op één van de twee pinnetjes. Draait hem een slag en zet hem op de andere, zodat je in het midden een kruisje te zien krijgt. Die duw je even naar beneden. Dan pak je je andere kleur en plaats die er bovenop. Je pakt je haaknaald en haalt de paarse over de oranje heen. Dan pak je weer een paarse. Die zet je er bovenop. En haal je de oranje over de paarse heen. Dan pak je je oranje. Die zet je erop. En haal je de paarse er weer overheen. En dan pak je weer een paarse. Die zet je erop en haal je de oranje er weer overheen. En dit blijf je net zo lang doordoen. Je herhaalt het gewoon de hele tijd en dit blijf je net zo lang doordoen totdat je de gewenste lengte hebt bereikt en dat die om je pols kan. Ik zet het filmen zo meteen stop. Dan kun jij het filmpje eventjes op pauze zetten, zodat je niet achter blijft lopen. En ik ga dan weer filmen. Zodra ik klaar ben. Of zodra ik de gewenste lengte heb. En dan kun je hem gewoon weer aanzetten, het filmpje. En dan lopen we weer gelijk. Dus schrik niet als ik zo meteen opeens veel verder ben als jou. Nou, ik heb mijn gewenste lengte bereikt. En zoals je ziet, komt hij ook al helemaal onderuit. Nu moeten we hem gaan vastzetten. En deze kant moet dan aan de bovenkant, zodat het een armband wordt. Ik gebruik een S-clip deze keer. Je kunt ook een C-clip gebruiken. Maar ik gebruik nu gewoon even een S-clip. En we pakken heel voorzichtig met onze haaknaald deze. En dan trekken we hem er vanaf. En dan kun je hem er helemaal uithalen. De loom, of het mini-loompje, kun je nu wegleggen. Deze paarse, die zit los. Die kun je er gewoon tussenuit trekken. Dan pakken we onze S-clip. Rek hem even uit, zodat hij er makkelijker omheen kan. En zet die twee lusjes in de S-clip. Of in je clip gewoon. Dan kan de haaknaald eruit. En dan zit hij vast. Nu gaan we hem ook nog aan de andere kant vastzetten. En dan is hij klaar. Ik hoop dat jullie wat aan dit filmpje gehad hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!